Ja, ik ga teken vangen. Dat doe ik met een witte doek. En daar kan ik ze goed op zien als ik ze vang. Zo ging het in tientallen tuinen door het hele land. Nee, er loopt hier wel een spinnetje, maar nee, ik heb niet beet. Tijdens de tuintekentelling zijn in een heleboel tuinen door vrijwilligers wel teken gevonden. Nee, wat we in ieder geval heel duidelijk laten zien is dat niet alleen in bostuinen teken worden aangetroffen, maar ook gewoon tuinen midden in de stad. En belangrijk dat overal in de tuinen teken worden aangetroffen. Een teek is een spinachtig beestje, superklein, dat zich kan vastbijten aan dieren en mensen. Elk jaar gebeurt dat in Nederland bij mensen zo'n 1,5 miljoen keer. De teek zuigt zich dan vol met bloed en wordt daardoor groter. Zo'n tekenbeet doet geen pijn, maar kan wel gevaarlijk zijn. Sommige teken kunnen namelijk de ziekte van Lyme overdragen, waardoor je bijvoorbeeld extreem moe wordt of pijn in je armen en benen krijgt. Het is daarom belangrijk om teken snel en op de juiste manier weg te halen, met een tekentang bijvoorbeeld. Er werd altijd gedacht dat teken vooral in het bos, de struiken en hoog gras zitten. Nou, moet je nou kijken. Maar door de tuintekentelling weten onderzoekers nu dat ze op veel meer plekken voorkomen. Een van de opvallende resultaten is dat we ook teken op het kortgemaaid gras vonden. We dachten eigenlijk het zit vooral in de bordes, onder struiken. Maar ook gewoon kortgemaaid gras, waar zelfs een robotmaaier elke dag overheen gaat. Zelfs daar werden teken aangetroffen. Ja, dat hadden we niet verwacht. Want dat betekent dus ook dat je gewoon op het korte gras, waar je lekker kan gaan liggen, waar je lekker speelt, ook rekening moet houden met tekenbeten. Volgens de onderzoekers hoeven kinderen zeker niet bang te zijn om in de tuin te spelen. Maar is het wel belangrijk dat zij en hun ouders goed controleren op tekenbeten. En zeker als je weet dat er teken in je tuin zitten, elke dag even checken. Bijvoorbeeld bij tandenpoetsen 's avonds.